Het is woensdagochtend, even na 9 uur. Steward Sandra van vervoersbedrijf Arriva begint aan haar dienst. En dat is gelijk een bijzondere dienst. Want vanaf vandaag hoeft zij namelijk geen papieren treinkaartjes meer te knippen. Sinds afgelopen nacht kan er alleen nog maar gereisd worden met de OV-chipkaart. Op Sandra's eerste rit naar Rode School blijkt dat nog niet iedereen weet hoe het precies werkt. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Kijk, jij hebt een nieuwe eenmalige OV-chipkaart gekocht. Ja. Wat daar de bedoeling van is, is dat we hem inchecken. Inchecken. Dus ik ga hem niet meer knippen, maar je moet hem inchecken en zo controleren. Ik heb die eenmalige chipkaart nu in mijn hand en dat is papier. Daar moet in mijn beleving dan een stempel op of zo. Ik weet niet hoe ik dat heb, maar ja, dat is gewoon even wennen dat je gewoon niet meer hoeft te knippen. Je kan alles. Kan je inchecken. Kijk, en dan heb ik de neiging om hier gewoon een stempel op. Dus ik doe het ook gewoon. Zo, alsjeblieft. Ondanks dat het welbekende papieren treinkaartje verdwenen is, verdwijnt het papier niet helemaal uit het openbaar vervoer. Die kun je kopen bij het NS-loket of bij de NS-automaat met de bolle buik. Daar zijn de tickets verkrijgbaar. En het is eigenlijk heel simpel, ook op ns.nl/overchipkaart. Ik maak even promotie voor de collega. Daar staat uitgelegd hoe het kaartje aangeschaft kan worden. Het nieuwe is dus dat het hier bij de Arriva Store, waar het wel vroeger te koop was, het papieren treinkaartje, de eenmalige chipkaart, niet te koop is. Dus daar moeten reizigers ook even aan wennen. Dus we moeten even een deurtje verder naar de NS. En ik vind het een heel goed idee om over te gaan op een overchipkaart. Het is voor heel veel mensen toch wel makkelijker ook om... Het is niet meer met muntjes bij de automaten moeilijk te doen. Je checkt in, checkt uit. En het is voor heel veel mensen makkelijker, denk ik. Je tangetje, dat is... er zijn mensen... We hebben bijvoorbeeld, een leuk verhaal misschien om te vertellen is één reiziger. En die vraagt altijd, als hij in de trein zit en hij ziet mij. En misschien heb ik hem dan niet gecontroleerd, omdat ik al eerder door de trein ben geweest. Maar dan komt hij naar mij toe van, Sandra, mag ik nog even een stempel van jouw kaartje of van jouw tang? En dan vroeg ik hem een keer van, waarom is dat eigenlijk als ik vragen mag? Nou blijkt dat het tangnummer van mijn tang iets te maken heeft met zijn favoriete bijbelverhaal. Ik ben niet zo bijbelvast, maar oké. En daarom wilde hij altijd een knipje van mijn tang. Arriva zal de komende tijd coulant omspringen met reizigers die een foutje maken bij het gebruiken van het nieuwe treinkaartje. Het nieuwe betaalmiddel heeft echter wel als gevolg dat de bekende kniptang aan de wilgen gehangen kan worden. De tang zal niet nu vandaag verdwijnen, want ik noemde net ook al even het e-ticket. Dat zijn ook kaartjes die zijn gewoon nog knippen. En dus de komende periode zullen ze de tang nog zeker bij zich dragen. Maar op een gegeven moment zal die inderdaad niet meer nodig zijn. En kunnen we kijken wat we ermee gaan doen. Of dat de stewards ze mee naar huis mogen nemen. Of dat we er een andere mooie bestemming voor vinden. Ik hoop dat ik hem nog heel lang mag houden. Ja, ik zal hem graag mee naar huis nemen. En dan kom je op een mooi plekje dan, hè? En dan op een dag zeg ik misschien tegen mijn kleinkinderen van, vroeger was oma conducteur. En dan laat ik de tang zien.